Welkom bij Kelly's Angels. De komende tijd ga ik op bezoek bij oud-teamgenootjes om te kijken hoe het met ze gaat. En we hebben een leuke challenge. En met wie kan ik beter beginnen dan met Miss Ajax, Lisa van der Most. Al mijn oud-teamgenootjes hebben al een keer een uitnodiging gehad om bij haar te komen eten. Ik nog nooit, dus nu is het eindelijk mijn beurt. Heb je enig idee wie er voor de deur staat? Ik kan jou gewoon zien hoor. Oh ja, shit. Kijk eens. Hey. Hey. Ben je weer te zien? Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de markt. Nou, wat hebben we nog nodig? Even denken hoor, we hebben nog gember nodig. Daar komen we ook langs. Mogen wij een stukje gember? Ja, zo die of deze? Oh, nou, heb je deze ooit op? Is toch een paar paprika? Madame Jeanette peper. Oh nee, 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 nee. Het is zo heet. Nee. Echt goed voor jou. Oh, wauw. Dank u. Ja. Nou, we hebben alles, Liz. Ja, zeker. Dus je mag je kunsten gaan vertonen. Nou, we gaan lekker koken. En je moet sowieso helpen. Oké. Okay. Zo makkelijk komen we er niet vanaf. Liz, nee, omdat je zo'n liefde hebt voor koken, ben ik ook wel benieuwd of je echt de kwaliteit proeft. Deze moet even om eigenlijk. Okay. Je mag hem ook vasthouden, want hij gaat straks weer even af. Drie gerechtjes. Okay. Nou, we gaan nu naar de eerste, dus daar komt ie. Wauw, maar dit vind ik heel lekker. Ja, dat dacht ik al. Maar wat is het? Fudge. En waar denk je dan aan? Ja, ik denk aan jou. Oké, okay, Liz, tweede is een slokje nemen van dit uit het glas. Ik weet niet wat ze doen. Oh nee, mag dat niet zien? Nee, oh nee. Wat is het? Oh god, mag ik hem afdoen? Nee, je moet het zeggen, want je proeft. Augurk. Augurkensap. Oh ba. Je mag af. Je hebt het goed. Die heeft ze vaak gehad, waarschijnlijk. Spekkie. Ja, en je mag het. Je hebt het goed weer. Ja. De blinddoek mag af. Dankjewel. Maar waar denk je aan bij dit spekje? Het Engelkes. Ja! Spekkie. Oh! Daarom heb ik die als laatste gekozen. Heel leuk, ja. Om even te. Ja, hoe vreselijk dat was. Dit, ja, dat was hier wilde ik niet aan terugdenken, maar. Conditionele vorm. Mm-hmm. En als we niet op tijd binnenkwamen, kwamen ze gewoon opnieuw. Ja. Weet je nog het moment dat je gebeld werd door Ajax? Goeie vraag. Ik denk dat ik gewoon op de flat was. CTO. En toen werd je door Marleen gebeld? Ja, Marleen Molenaar. Ja. En ik had al te horen gekregen dat ze, of dat Ajax zou gaan beginnen. Ja. En ik kreeg ingefluisterd, oké, wacht nog maar even met je keuze maken. Want ik stond op het punt om naar ADO Den Haag te gaan. Oké. Okay. Wist ik niet. Ik had een heel goed gesprek gehad met Sarina toenertijd. Ja. En toen heb ik gewacht en toen had ik ineens Marleen aan de lijn. Ja. Die zei, nou, we hebben interesse. En toen ging je op gesprek? Ja, maar ik had toen ik belde, had ik al besloten. Maar ja, toen had je nog wel eventjes? Zijn we op gesprek geweest. Ik weet niet of met mijn vader of met mijn moeder, maar een van mijn ouders. Ja, en ik bedoel, we deden het voor niks. Dus ja. dat gesprek was heel kort. Ja. En daarna was het heel duidelijk, ik ga naar Ajax. Ja, ik begon als rechtsbuiten. En ik denk me te herinneren dat ik één wedstrijd daar gespeeld heb, in een oefenwedstrijd. Ja. En dat ze toen zeiden, nou, weet je wat? We maken rechtsback van jou. En toen de eerste officiële wedstrijd, stond ik ook echt rechtsback. Ja. Ja. Was dat je mooiste wedstrijd? Ja. Ja, toch wel. Verre weg? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, laten we maar weer even gaan koken. Ik ben benieuwd. Wat gaan we eten? Ja, ramennoedels. Ramennoedels? Ja, zo heet het. Een soort noedelsoep. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Je mag me komen helpen. Oké. Okay.
Ja, ik heb 2 jaar de koksopleiding gedaan en toen besloot ik eigenlijk dat het meer een hobby was dan, echt een beroep voor mij. Maar ik vind het dus wel heel leuk om te doen. Ja, nou je ziet ook echt, zei ik net al, dus echt heb je alle kookboeken. Al die kruiden, de kookboeken. Oh, dat zijn alleen kookboeken. Dit zijn alleen kookboeken. Ja, dat zegt al genoeg. Kan ik nog iets doen? Nee, ik ga de borden opmaken. Hoe komt het er zo aan? Kijk, dit item is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik ben nu natuurlijk ook een beetje een journalist. Ja. Dus ik zat natuurlijk even te graven naar mijn eigen inside information die je me ooit verteld hebt. En toen heb je wel eens gezegd dat je misschien nog wel eens naar het buitenland wilde. Ja, klopt. Wil je dat nog steeds? Nee, dat is ook zo. En dat gevoel heb ik wel echt altijd gehad. Maar ik merk nu ook dat ik heb eigenlijk wel echt omarmd. En ze noemen me nu ook Miss Ajax. En dat heeft gewoon wel veel gedaan. En in die zin zou ik ook niet anders willen. Want ik merk dat dit gewoon een club is waar ik me heel erg thuis voel. Ja. Waar ik alles heb, alle faciliteiten. Het is hartstikke goed geregeld. En soms is het niet beter, denk ik, in het buitenland. Nee, dat geloof ik ook heel erg. Als ik kijk naar sommige meiden die dan in het buitenland spelen. Mm-hmm. En dan zit je toch zonder familie, zonder partner, zonder... En ook de meiden die het wel gemaakt hebben in het buitenland. Ja. Die blijven dit ook altijd zeggen. Ja. Ja. En Ajax heeft alle faciliteiten. Ja, wat wil je nog meer? Oké, Kel. Jij, voordat je gaat, jij hebt mij net wel een beetje lopen pesten. Dus nu heb ik voor jou ook nog een verrassing. Eigenlijk. Kleine eetproef. Oh god, nou, dan neem ik deze nog even. Komt het er al aan? Niet zo groot, toch? Nee. Ja. Oh. De sambal 3000. Ik zal je uit je lijden verlossen. Dit helpt. Tegen het beste medicijn. Nou, helpt wel, ja. Ja, toch? Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik denk dat ik je wijze raad ga opvolgen. Sherida, jij bent aan de beurt de volgende keer. Doei, doei.